Dit mag natuurlijk niet. Misschien toch de groene variant proberen. Vandaag gaan wij kattentongen bakken. Voor kattentongen heb je zachte boter nodig. Poedersuiker, meel, eieren. En een beetje zout en een beetje vanille. De receptuur is eigenlijk overal hetzelfde. In de hele wereld maken mensen op dezelfde manier kattentongen. Maar sommigen doen er iets bijzonders mee. En dat gaan wij vandaag ook doen. 75 gram poedersuiker gaat bij de boter. Wat er leuk is, is dat kattentongen al sinds 1700 worden gebakken. De volgorde van bereiden is voor iedereen anders. En ik hanteer gewoon de volgorde van mijn vader. We moeten de eiwitten erbij. En dat gaan we met de mixer doen. Oh, wat gaat dit geweldig. Een beetje van het eiwit bij het boter-suikermengsel doen. En dan niet alles, want er komt nog bloem bij. Dus heb je nog wat vocht nodig. In Italië heb je schoonmoederkoekjes. En die heten schoonmoederstom. 100 gram witte bloem. Een snufje zout. En wat merg van een vanillestokje. En je kunt ook een zakje vanillesuiker gebruiken. De bloem moet bij het beslagje. In Indonesië geven ze aan die koekjes een kleurtje. En dat ga ik ook doen. En vroeger likten we dit dus gewoon af. Met een rauw ei. En dit moet even een half uurtje opstijven in de koelkast. Ik had al een ander beslagje klaargemaakt. En daar kunnen we nu de koekjes van opspuiten. Ik ga nu de kleurstof erbij doen. En ik had gekozen voor rood. Dat leek me wel mooi. Dit is een modern spuitzakje. Hartstikke handig. Dit mag natuurlijk niet. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat worden. Je moet wel even de oven voorverwarmen op 200 graden. En dan moet hij zo'n 12 minuutjes in de oven. Kijk, zo hoort hij eruit te zien. Een keurig kattentongetje. Deze is veel leuker. Misschien toch de groene variant proberen. Met geel en blauw.